Goedenavond, leuk dat je op deze video hebt geklikt. In deze video ga ik een avondroutine laten zien. Het is vandaag een donderdagavond, het is ongeveer 8 uur, dus vanaf nu begint een beetje de avond. Het is nog wel licht, want ja, het is bijna zomer, dus lange dagen, maar het is wel echt wel avond. Ik neem jullie gewoon gezellig mee, ik ga productief zijn, ik heb mijn schoolspullen al klaargelegd. En morgen is echt een hele leuke dag, want morgen komt mijn vriend weer terug na 3,5 week. Dus daar heb ik heel veel zin in en ook even een beetje mijn kamer erop voorbereiden. Want ik ben niet thuis als hij terugkomt. Want ik heb dan gewoon school. Dus het is wel leuk als we iets van dingetjes klaar hebben liggen. Ik heb dus over 1,5 week ongeveer mijn toetsweek. Dus ik ga nu al iets doen. Dat is echt heel knap voor mij, zover van tevoren. Mochten jullie het leuk vinden als ik ook de toetsweek film, laat dat dan vooral eventjes weten. Voor de rest is het niet echt een bijzondere avond. Gewoon laten zien wat mijn dagelijkse routine een beetje is. Ik heb al mijn pyjama aan. En dat is eigenlijk geen speciale reden, behalve dat ik het gewoon lekker vond zitten. En het was vandaag best wel warm en dit is gewoon lekker een beetje luchtig. Dus vandaar. We gaan nu aan school. Ik heb mijn spullen al gepakt en voor de mentale support heb ik ook wat chipjes. Dat vind ik altijd gewoon lekker om een beetje te snoepen. En daar staat een Air Up, dus die ga ik even ook gebruiken, want ik heb best wel dorst. Best wel goed. Ik ben in ieder geval productief. Dat is wel heel wat. Ik heb dus een kaartje. Want zoals ik al vertelde, kom morgen mijn vriend. En ik dacht dus dat ik een kaartje had. Ik had echt een schattig kaartje van in ieder geval iets liefs. Maar ja, die kan ik echt niet vinden. Ergens. Dus ik heb nu even zelf een kaartje gemaakt. Kijk hoe schattig. Eerst had ik eigenlijk roze letters. Maar die waren lelijk. Dus toen had ik er een zwart randje mee gedaan. Toen werden ze nog lelijker. En nu zijn ze helemaal zwart met roze hartjes omheen en witte. Maar op zich wel cute. En dit heeft lekker veel schrijfruimte. Dus dat is ook wel top. Dus ik ga dit nu even schrijven als tussendoortje van het leren. Ik heb na het kaartje eigenlijk niks meer gedaan aan wiskunde, maar het hele kaartje staat ondertussen wel vol. Wat ik dacht, wat misschien wel schattig is, wij hebben zoveel roosjes in onze tuin. En ik dacht, het is misschien wel cute om zo'n paar van die blaadjes dan op mijn bed te leggen. En dan het kaartje. En ja, is toch wel leuk binnenkomen. Dus het is nu 10:30 avonds, maar ik ga even roosjes plukken. Ik neem jullie mee. Ik vertelde net het plan aan mijn moeder. En toen vertelde mijn moeder dat we gewoon nog van die blaadjes hebben. Gewoon van die neppen. Dat is eigenlijk nog beter, want dit geeft geen troep. En staat wel schattig. Dus die ga ik gewoon gebruiken. En dan het kaartje. En dat is de beer eigenlijk van Joris. Die leg ik er dan ook bij. Is een beetje zo cute. Dat hij wel nog een beetje een leuk binnenkomen heeft. Ik ga nu douchen. En daarna tanden poetsen. En misschien nog iets doen daarna aan school. Maar eerst gewoon even lekker opfrissen. Ik heb net nog even mijn vensterbank een doekje erheen gedaan. En ik ga nu mijn prullenbakken even legen. Dan is alles even netjes. Hier ligt nog wel allemaal kleding. Dus dat ga ik nog even opruimen. En dan ga ik echt douchen. Helemaal klaar gedoucht en ik heb mijn haren gewassen. Normaal bij mijn avondroutine zou ik ook dit horen. Castor olie. Ik heb hier ooit een video over gemaakt. Die zal ik al even in de beschrijving zetten. Maar dat is dus voor je wimpers om ze te laten groeien. De laatste tijd zijn mijn wimpers echt heel erg kort en gewoon recht naar voren. En dat vind ik echt niet mooi. Dus ik dacht ik ga het weer eens gebruiken om te kijken of het helpt. Ik heb het vanmiddag opgedaan. Want ik heb het letterlijk vanmiddag opgehaald bij Holland en Barrett. Het is nu 1+1, dus mocht je dit willen, ik zal zeggen, ga het halen. Het was dus maar eigenlijk 10 euro voor 2 potjes, terwijl ze best veel in. En dit helpt dus om je wimpers te laten groeien. Dus dat hoort eigenlijk nu ook
bij mijn avondroutine, want dan moet je dan een avond opdoen voor het slapen. Maar ik heb het vanmiddag al gedaan, dus dat ga ik nu niet doen. Mijn kamer is helemaal netjes. Alleen hier nog wat schoolspulletjes, maar dat neem ik morgen mee naar beneden. En ja, ik heb mijn tanden al gepoetst, mijn haren in een staart gedaan. En ik ga zo gewoon lekker slapen. En dan is het morgen, als ik wakker word, al de dag dat mijn vriend er is. En ik ben er echt heel excited over. Misschien komt er nogal een video over het weekend of iets van een video met hem, dat weet ik echt niet. Maar anders zal ik sowieso wel iets van iets ergens delen over dat hij weer terug is in ieder geval. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ga nu slapen, dus de avondroutine is voorbij. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Er is niet heel veel bijzonders gebeurd, maar misschien vond je het alsnog leuk. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe dan even abonneren. Of laat wat leuks achter in een comment. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doeg! Started out Freddie and Daphne. So good that it felt like a trap to me. The girl on my